Alarmfase 1 voor de Meilandjes, hun droomproject, pension Code Rosé, dreigt een nachtmerrie te worden. De flamboyante familie heeft de vraagprijs van hun pension schrikbarend moeten verlagen omdat kopers uitblijven. De liefhebbers van Chateau Meiland hebben het met eigen ogen kunnen zien, de onvermoeibare inspanningen van de familie om het pand om te toveren tot een chic pension. De Meilandjes waren vol hoop en dromen, verkondigend dat ze er nog jaren zouden doorbrengen. Echter, het roer ging al snel om. Nauwelijks een jaar na de opening van Code Rosé hing er al een, te koop, bord aan de gevel. Aanvankelijk vroegen de Meilandjes 2 miljoen euro voor het luxueuze verblijf, maar het ontbreken van serieuze bieders dwong hen tot een drastische maatregel: een prijsverlaging van 200.000 euro. Ondanks de prijsdaling zou een verkoop aan de nieuwe vraagprijs nog steeds een financiële meevaller betekenen voor de Meilandjes. Het pand, dat eigendom is van Erika's bedrijf Renkeland BV, werd oorspronkelijk gekocht voor 1,4 miljoen euro en er rust een hypotheek van 1,6 miljoen op. De verkoop-Erikelen van de Meilandjes beperken zich niet alleen tot pensioncode Rosé. Het familie Fortuin lijkt onder druk te staan, want ook andere vastgoedbezittingen, zoals het landhuis van Erika en Martien in Noordwijkerhout en de villa van dochter Maxime en haar man Leroy, vinden geen nieuwe eigenaren. Het lijkt erop dat het publiek niet zo gretig is om een stukje van de mijlandmagie te kopen als werd gehoopt.